Het leuke aan deze opdracht is dat je eigenlijk veel verder gaat kijken dan het product. Je gaat ook echt zien naar de service die daarbij hoort. We zijn eigenlijk begonnen van een soort oplossing te zoeken voor internationale studenten die voor een lange periode naar het buitenland te gaan, een beetje meer op te vangen. Ik denk een product service system dat bestaat uit het product, een badge die we ontwikkeld hebben, dat gescand zal worden op een hub in Pinpoints. En daarnaast hebben we ook een app ontwikkeld die zal ondersteunen en daar zit heel de community gedeelte erachter. Met Sequel willen wij dus die problemen die we hebben ondervonden in de analysefase oplossen. En willen wij de studenten zowel internationaal als hier in Antwerpen beter ondersteunen en begeleiden in die integratie in hun omgeving. Binnen dit vak krijgen de studenten meestal een vrij algemene opdrachtstelling. Dit jaar was dat Experiencing the Notes of Life. Grote mijlpalen in de mensen hun leven, zoals een geboorte, een trouw, een sterfgeval, maar tevens de studiekeuze van studenten. En op die manier moeten de studenten proberen zo ver mogelijk te gaan in hun skills, zowel strategisch, op vlak van interactie en het technologische te combineren. Het is een heel zwaar proces geweest. En het heeft wel heel veel inspanning gevraagd, maar het eindresultaat mag er wel zijn. En ik denk wel dat we er trots op kunnen zijn. Traditiegetrouw eindigen we steeds heel die ontwerpoefening met een roadshow. Een grote expo waarin we alle concepten blootstellen aan een groter publiek. Voor de juiste interactie en feedback te krijgen van echte eindgebruikers en bedrijven.